I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Even wat aandacht voor mijn kleding. Normaal gesproken ga je zoeken, trek je een oude spijkerbroek aan en een jas die je ergens aan de kast hebt hangen en je gaat op pad. Waarom zou je zoveel tijd en energie steken in je hobby? De mooiste metaaldetectors en de mooiste scheppen en de mooiste weet ik voor wat kopen. En vervolgens in een oud kloffie met een koude rug en een kapotte spijkerbroek gaan lopen. Revolution Race is een outdoor kledingmerk die op een betaalbare manier outdoor kleding heel toegankelijk maakt. En de pasvorm zit goed. Er zitten overal zakken in. Zowel in de broek als hier aan de zijkant. Hier. En de broek is gemaakt dat je hem zowel over je laarzen als in je laarzen kan dragen. Super handig. Het voordeel van meest trekkende broek, dat die stretch is, is dat je heen en weer kan gaan en dat die op je rug hetzelfde blijft zitten. Dus als je bukt, dan zakt die broek niet naar beneden. En als je opstaat, zit die gewoon nog waar die zat. Dat is op zich wel heel erg lekker. Het voordeel van deze kleding is ook dat het op zo'n manier ademt dat je het er niet super heet in krijgt. Maar die wind komt er niet in. Dus je krijgt het ook niet koud. Mocht je het nou wel heet krijgen, zit hier een prachtig vakje. En dan kan je een beetje ademen. Maar niet alleen een reclameblokje voor mij, maar ook voor jullie. Want de link van deze kleding staat in de beschrijving hier beneden. En er staat ook een kortingscode bij. De Toy Soldier 15. Dus als je op de website een bestelling doet en je kiest bij de kortingscode Toy Soldier 15, krijg je 15% korting. Nou, klaar met gedoe. Nou, eerste vondst van vandaag. Stukje, ja, wat is het? Een koper buisje. Ik denk niet dat het echt heel bijzonder is, maar het is wel de eerste vondst. Nog steeds in het gaatje. Oh, het is meer een soort van, ik denk dat het van een gesp geweest is. Gok ik. Super mooi. Jammer dat hij niet compleet is, want dan had hij wel super mooi geweest. Hier zit het in. Gaan we samen uitpakken of ga ik het hier doen in mijn eentje? Nee, kom. Ik haal jullie er even bij. Samen kijken wat erin zit. Hier zit het nog in. Dori. Het is een stukje aluminium. Oh, nee, een stukje lood. Bladlood. Ja, het is niet anders. Het is nou ook weer niet zo dat we zo verschrikkelijk verkeerd zitten. Ik heb hier toch een lepel. En dit is echt wel een lepel uit de 17e eeuw. Dus het ligt er wel. We moeten gewoon even doorzetten. Dat is het denk ik. We moeten gewoon even doorzetten. Prachtig. Ik hoop echt dat de wind niet te veel problemen geeft, want het waait best hard en ik heb een microfoontje hier ook. Dus ja, maar een stukje lepel, handvat, kan ook een vork zijn, maar ik ga ervan uit dat het een lepel is en ik zal jullie vertellen waarom. Vroeger had je twee soorten bestek
En dat was een mes en een lepel. En de vork kwam later pas. Dit is best wel een oud exemplaar. Dus ik ga ervan uit dat het een lepel is. Zo simpel is het eigenlijk. Een soort van, ik denk een kastknopje. Klinkt een beetje gek omdat het zo'n lang staafje is. Maar als dit nou de deur is van de kast, dan heeft hij er zo in gezeten. En dan kon je hem open en dicht doen. En er zat hier waarschijnlijk een bolletje op. Gok ik. Ik kan er natuurlijk helemaal naast zitten. Het is weliswaar krummeltjes rapen, maar ik heb een knoopje. En het knoopje zit in het kluitje. Oh, en nou breekt hij nog in tweeën ook. Misschien dat er aan de voorkant nog wat staat. Helemaal glad. Het is niet anders. Hoehoe, ik heb hem al gezien. Het is een gulden uit 1956. Zeg ik dat goed? Ja, gulden uit 1956. Nou, die is vast van de boer geweest. Ik denk dat die van de boer geweest is. Dat moet haast wel. Maar wel een leuke vondst. Kijk, hier zie je hem nog zitten. Hier. Ja, je moet ook blij zijn met de kleine dingetjes, hè? Mensen die vergeten wel eens dat het niet echt om de vondsten gaat. Ja, het gaat wel om de vondsten. Dat is natuurlijk onzin wat ik zeg. Maar het gaat ook om de natuur en het gaat ook om het bezig zijn en het gaat ook om de spanning, wat zit er in je gaatje. En mensen onderschatten een duit. Als je ziet wat voor geschiedenis dit muntje misschien wel gehad hebt, ja, dan is het eigenlijk hartstikke leuk. Ja, ik ben mijn pinpointer vergeten in alle haast, dus ik doe het vandaag zonder pinpointer. Dat is geen probleem. Ik heb toch altijd nog een schotel bij me. Ja. Een stuk smeltlood. Is niet super bijzonder. Ik denk een dopje van een olielamp. Ja, ik weet het wel zeker. Het is de bovenkant van een olielamp. Hier kwam het lontje uit. En hieronder zat de lamp. Dus dit is eigenlijk een beetje een versierdop. Hartstikke leuk. Een gespie. Ja, wel eentje die heel veel voorkomt. Even zo goed, hartstikke leuk. Het is een beetje 19e eeuws. Leuk. Leuk, leuk, leuk. Nou, dan heeft het doorzetten toch zin gehad. Ik doe even allebei mijn handschoenen uit. Ik denk namelijk dat ik een speelgoedje heb. En je kan de Toy Soldier niet blijer maken dan een speelgoedje. Oh, wat leuk. Het is een vogel. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Het is een vogel op een stuk hout. Met verf er nog op. Blauwe bovenkant. Rode onderkant. Kunnen jullie dat zo zien? Kijk, zo zie je het beste. Hartstikke gaaf, man. Ja, een vogel. Nou, of het onder de categorie speelgoed valt, weet ik niet. Dat moeten we nog maar even bekijken. Maar ik vind hem wel ontzettend gaaf. Oh, ik dacht even een zilveren, maar het is toch een koperen, helaas. Hij zat zo een beetje verstopt zo. En toen gaf hij een beetje een witte gloed. Dus ik denk, nou, kon er wel eens een zilver muntje zijn. Maar nee, het is toch een kopertje. Zo, kijk eens wat een lievertje. Het is heel klein. Ja. Een leuk gespje, maar ik vraag me altijd af waar de waarde deze voor. Ik denk eerder voor een soort gewoon riempje of een het is niet een schoengesp of een dikke riemgesp, want dan zou die meteen breken.
Of van een tas misschien. Als jullie het weten, roept u maar. Nou heb ik op zich van die wind zelf geen last, maar om te filmen is het wel heel vervelend. Hoi. En het begint nou ook nog eens een klein beetje te regenen. Dus ik denk dat het tijd wordt om lekker naar huis te gaan en een bakje koffie te gaan drinken bij Wilma. Lijkt me een heel strak plan. Lekker bij de kachel. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns.